Hoje não é nível de afundi. Isso é um grande erro dele. I'm going to go to the house. Ik het ander dag ek het weggevat uit die community en ek probeer alles om te reg te sit in die community. Ek is 'n violent interrupter. As ek weet daar is iets tussen twee gange, iets gaat broei daar, so dat gaat beklei mekaar, waar gaat de schietery kom, dan tree ek in en praat met die mense. Jy kyk hier man, een ding wat schietery wil neem, sy gaan dood of sy gaan tronk toe. Sien jy nou? I'm not going to be able to do this. Okay, so we spoke to the family. Last month there was 30 shots fired, the month before that it was 70 shots fired. This month we've got 650 shots fired. The area is quite tense at the moment, very tense, yeah. We've designed the ceasefire pro-violence program to fit the Cape Town context and to fit what the need is locally to reduce shooting and to solve the issue of violence. Now that the safety lab application is operational, the shot spotter is operational, we get a lot of analytical data, we can prevent things from happening. Same like when the interrupter goes out, you know, when a shooting has taken place, his job is to stop the retaliation. This application is real-time data. Ons week is violence reduction. Wat staat aan die saak? Ons het 'n bietjie mense wat positief is op die kant by die mongrels. Moet die opmaak aan dat ons moet konflik met die eiters. Lyk as dit lyk so, ja. Ek kan ons nog met hulle so lank engage met ons. Oké. Het mag misschien snaaks klink, maar at least is daar 'n klein bietjie orde tussen die bendes. Hulle eerste weet as jy maak en doen nie. Het is baie tens, ja, waar al een hele paar mensen doodgesteek. Ik ga weer die target area en identify die ticket. Ik hang uit op een hotspot. Ik luister, val uit en ik try om hulle op een cooldown te kan brengen. Ze zullen weer met hulle brengen. Hij heeft een poestuin, hij zit in die familie, broer. Zij kan niet op kappen, deel zijn zeker hier op je grond niet. Zij kan fokkel hier niet. Fokkel hier niet. Eindelijk. I'm going to go to the house.
wat skiet oors weer die kant van die wereld. Daar by die Amerikans. Ja, dat is de die feitels. En daar is een paar wat raak geschiet ook is. En dan gaat oor smokkelerij op mekaar, zo'n gewone smokkelerij. Die ouwens het daar gekwees paas van de tafel, net voor die woord, die groot toppen van die mongeren. Om die laatste dingen zijn die patiënt dat erin paas. Wie zijn nou? Topstraatse paas. I mean, these guys want to talk about mediation. But the proof is in your data. Ik heb een paas als je dingen lijkt, boven paas. Maar maak het vast. Ja. Oké, dank u Nielen. Ja, alles is recht nu, de media is er nog iets aan met de Amerikans. En alles is nog uitgesloten. Nou. Dus dat is alleen nog gans gerukt op elkaar en zo. En I said to him, this is the first weekend with no shots fired. It's a miracle. Not a miracle, it's work done. So we've got now a conflict mediation in place. There's a current ceasefire running between the different gangs. I'm happy with what I see on my little devices, so I'm happy. Once the interrupters hasn't got work to do, they act as outreach workers. So they now recruit people to join the program, send them to skills programs, send them to halfway house, get them to alter the behavior and to reintegrate them with the family. Shut up, look at your daddy. This is the guy that made me a mongrel. And today, the guys that do this, life's upside down, really. I did almost do it. En ik moet niet veel zeggen wat het is, want die liever wat is wel liever. Als je hoort dat die wat daar wat ik is. Ik weet dat hij zal zijn mis het sowieso. All I can love, I want to love my life. Like het zijn zo mijn kids. All because of you. Die ding wat je ziet, is een mindset changer, man. Ik kijk met zijn kennis. Mm. Ik wil niet eens zijn kennis moet groter raken, zo zei je niet. Ik meen, daar was nou een gangfight geweest. Mm. Maar hij was niet betrokken, niet. Kijk, toen we samen in die gang geweest zit. Hij kan kostje zoeken wat Eva heeft voor hem gegeven. Maar zoals nou, het is een struggle voor hem. Of ik haal mijn kip af voor hem, man. En ik dacht, hij zal een goede violin interrupten. Is wat net als... Was allemaal maar was maar een nice tijdje, we zijn ziekere dingetjes wat ons moet afleren. She did all the two shots, no? While they were shooting, so one of them came around my mother's room. So they just started to shoot straight there by my mother's bed. I don't know who's the target. There was nothing else on my mind. Just to take revenge and to protect my mother. So while I was trying to change my life, this happened. It don't make it easier, man. Als je op krediet van missen, dan moet je zwaaien. Die blijft bij hem kan maken. Ja, moet maar één man zo komen. Ik had ook die systeem. Dat is het hem kan niet meer. Zeg je me. Nielen, mijn broer. Die dag maken mij al zo, mijn broer. Ja, mijn broer. Man, ik heb wat om te doen. Meeste van mijn familie is mongrels. En dat is allemaal dood. Maar die van wat mijn kinderen zitten gevraagd mee te zien. Ik heb gezien in zo'n al mijn komende leven. Je kennis wat je groot maakt, mijn broer. Je kennis moet één dag ook kijken naar jou toe, mijn broer. Als alles zien, zijn ze op een rechte pad. Dan kan hij zelf pad zijn op pad. Zwaar. Die pad van die gangster is hem een stronk over. Ja, hij is alles. Als je één keer is dood op je gang tronk toe. Hij is alles, blik. Al wat je raakt, krijg je als met spinnen voor die.
in Nova Park. Saints is hard to become. Ceasefire had a change, man. I believe.